Good afternoon. Het is net 12 uur geweest op dinsdag 14 september. Ik heb de hele ochtend al gewerkt. De Insta-strategiecursus is in volle gang. Dus elke ochtend ben ik al die content aan het uploaden. Er zijn 10 mensen in Marketing Fundamentals die ik aan het begeleiden ben. Dus die zijn continu vragen aan het stellen. Die moet ik een beetje bijsturen af en toe als ik dingen verkeerd zie gaan. Die zijn opdrachten aan het maken. Dus daar ben ik mee bezig. En natuurlijk wil ik zelf ook continu zichtbaar zijn. Dus ik ben bezig met content maken. Dat is wat ik vanochtend heb gedaan. Even kijken, wat nog meer? Ja, mailtjes beantwoorden. Video's bewerken. En dat. Nu even iets anders, want ik ga naar de stad om mijn wenkbrauwen te laten verven. Heb ik tot nu toe 1 keer gedaan. En dat beviel wel. Dus let's go. We gaan daarheen. Wenkies zijn klaar. Wenkies en ik zijn weer thuis. Het ziet er nu nog best wel heftig uit, vind ik. De vorige keer dat ik ging was het helemaal niet zo heftig. Terwijl ze dezelfde kleur hebben gedaan. Dus, nou, hopelijk neemt het nog iets af. Ik had bij de Starbucks een van de herfstdrankjes besteld. De, ik moest het even opzoeken, Iced Salted Maple and Caramel Latte. Die Pumpkin Spice vind ik eigenlijk niet zo heel lekker. Maar deze is echt goed. It's nice. En ik heb net een pakketje ontvangen. Die ga ik even unboxen. Hier gaat het om de doos. Dit is een heel leuk pakketje. Wel een beetje vroeg. Maar better early than too late. Mijn wenkies en ik zijn hier erg blij mee. Kijk, het is mijn adventkalender voor dit jaar. Alvast ter voorbereiding op Vlogmas. In september, oké, lifehack. Ik heb een aantal jaar gehad dat ik te laat was met bestellen. Dan was het december en dan dacht ik van, oh ja, crappy dosie. Ik had nog graag een adventkalender gewild. Besteld gewoon in september. Dan komen al die dingen uit. Heb je nog alle keus. Dus dit is jouw reminder, ja, om je adventkalender te bestellen. Ik ben gegaan voor die van de Body Shop. Hij ruikt heel apart. Het doet me denken aan wiet, maar dan zoeter. Ik ga hem natuurlijk nog niet helemaal uitpakken, maar wel een beetje. Oh, wat ziet het er leuk uit! Oké, ik mag van mezelf eventjes het openklappen en daarna doe ik hem weer dicht en bewaar ik hem tot december. Kijk. En dan hier zitten alle gezellige doosjes. Dit gaat tot 12, dus ik denk dat hieronder. Ja, zie je, er zit nog een laag. Oeh. How very exciting. Ik moet hem weer gaan inpakken. Uit zelfbescherming doe ik het plastic er weer omheen. En dan ga ik hem in de kast zetten tot het december is. I'm so excited and I can't hide it. I want it to be December. Mijn wenkies en ik gaan nu eventjes beneden aan het werk. Boven is namelijk de schoonmaker bezig. Dus hier zit ik lekker chill, weet je. Ik ga knutselen aan mijn website. Daar heb ik namelijk iets gesloopt. Dus dat moet ik er eventjes recht zetten. Zo, nou, zo zag het er eerst uit. Ik had wat met presets geknutseld. En toen ineens was dit helemaal veranderd. En nu heb ik het weer aangepast naar zo. Beter, hè? Ik ben bedroefd. Mijn camera is stuk. Maar ik had wel even gelijk op YouTube gekeken of ik het kon fixen. En ja, twijfelachtig. Maar nu moet ik even naar de kapper. In mijn bedroefde stemming. Mijn haar zit top, de koffie is top. Nog steeds een beetje bedroefd vanwege mijn camera. I'll get over it. Dit is de situatie. Dit is nog goed. Alleen, ja, je ziet het al een beetje. Kijk, die lens zit er scheef in. En daardoor, als ik hem aandoe, maakt hij dit geluid. Hij kan het er niet uithalen. En dan zegt hij ook.
Man's error will shut down automatically. Oh, ik vind het zo erg. Nou, ik ga even nadenken wat ik hiermee ga doen. Ik zat net nog even naar mijn vlogcamera te kijken. Zag ik dat hij helemaal niet heeft opgeslagen wat ik aan het filmen was toen die viel. Ik had een heel geweldig stukje content gemaakt over dat ik mijn tassen met kleding die normaal op zolder staan ging uitzoeken om te kijken welke herfstkleren ik weer in mijn kast kon hangen. Waaronder dit herfstig jurkje. And it's gone. En hij stond hier op en vanaf hier is hij dus head first naar beneden geknald. Dezelfde jurk aan. Oh ja, maar het is herfst. Maar het is wel warme herfst. Het weer vraagt erom, dus dan moet ik gewoon een herfstjurk aan. Ik film nog op mijn mobiel, maar daar gaat verandering in komen, want er is een nieuwe camera naar mij op weg. Dezelfde die ik al had. I'm very excited, want dit is echt... Weet je, het verschil is, een camera zet je gewoon ergens neer en dan ga je tegenaan kletsen. Je ziet wel wat er gebeurt. Een telefoon, daar moet je eigenlijk een veel actievere filmhouding in aannemen. Het is gewoon anders. Oeh, ik krijg net een heel leuk mailtje van een klant. Van iemand die in Marketing Fundamentals zit. Die waarschijnlijk de eerste traject heeft verkocht. I'm so excited for her. Ik heb net een review video opgenomen voor een klant. Die had haar e-book opgestuurd en die was benieuwd naar mijn feedback. Dus die heb ik haar gegeven in een videovorm. En nu is het koffietijd. Ik had nog iets wat ik wou testen. Hier zit een beetje lila in. En ik heb laatst vet mooie lila oorbellen gekocht. Kijk deze. Fantastisch. Het lijkt wel een beetje af van dit, dus dat is goed. Perfect. Die oorbellen zijn van Inni Mini Homemade. En ik heb de eigenaresse daarvan ontmoet laatst. Ze hebben echt vet mooie dingen. Deze heb ik er ook vandaan. Een kibbelingetje halen. En het is zo lekker weer. Oh, het voelt als lente. Yes. Ik ben bezig met mijn weekafsluiting. Elke week op vrijdag sluit ik mijn week af door een aantal dingen te doen. Ten eerste is dat ik een weekly clean-up hou. Dus ik ga allemaal dingen opruimen, zoals mijn mailbox, mijn bureaublad, mijn downloadsmap. Haal ik helemaal leeg, ruim ik helemaal op. Ook het fotoalbumpje op mijn telefoon trouwens. Ten tweede doe ik een weekevaluatie. Ik schrijf op wat er goed ging en wat er fout ging. Ik kijk nog eens naar mijn weekdoel. Heb ik dat gehaald? Ik kijk naar al mijn taken. Heb ik die gedaan? Welke moet ik volgende week doen? En welke mag ik wegdoen? Omdat ze toch niet zo nuttig zijn als ik dacht dat ze zouden zijn. En
ten derde maak ik alvast mijn planning voor volgende week. Dan begin ik altijd vet gefocust. Maandag vroeg. Dan zit het al het hele weekend in mijn hoofd. Zodat ik denk van, oh yeah, ik kan de komende week lekker hiermee aan de slag. That's what works for me. Dus het is nu vrijdagmiddag en ik ga dat lekker afmaken. Zo, dit is mijn weekplanning voor volgende week. Ik heb nu nog even de live Q&A voor de Insta strategie cursus. Dus ik dacht net dat ik al weekend had. Maar nog niet helemaal. Ringlampje aan. Goedenavond en welkom bij de live. De laatste live alweer van de Insta strategie cursus. Is het raar als je hashtags inzet zonder dat ze iets met je post te maken hebben? Hoe lang moet een IGTV of een live duren? Scherp. Hallo, ik ben Wenkie. Hallo, ik ben andere Wenkie. Oké, nee, niet aanzitten. Jasper is natuurlijk...